De Centrale Bank van Suriname als toezichthouder op de verzekeringsmaatschappijen is deze week gastheer van een conferentie van de Caribische Associatie van Toezichthouders op Verzekeringsmaatschappijen, CAIR. Het doel van de conferentie is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling en de handhaving van de ordening van verzekeringsbedrijven in de regio. Dit doel probeert de CAIR te bereiken door de problemen, zorgpunten en ervaringen met elkaar te delen. Het thema van de CAIR-conferentie is Risk-Based Capital for Insurance Companies Moving Towards a Regional Standard. Centrale bankdirecteur Ingeborg Geduld gaat in op het thema. Het komt er eigenlijk op neer dat je kijkt naar het bedrijf van de verzekeraar, je kijkt naar de activiteiten en om het benodigde kapitaal te berekenen worden aan verschillende activiteiten wegingsfactoren toegekend, waardoor je dan op het eind uitkomt op een gewogen kapitaal of voor de verzekeraar. En als we eigenlijk verzekeringsmaatschappijen in Suriname vergelijken met dat van de regio, waar zitten wij? Onze verzekeringsmaatschappijen, zeker volgens onze huidige regelgeving, die zitten vrij goed. Natuurlijk, de huidige situatie brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Ja. Maar als toezichthouder kijk je daarnaar, je treedt in overleg met de maatschappijen en houdt gewoon je vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat in die end de instellingen gezond blijven. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de CAIR-conferentie zijn onder andere kapitaaltoereikendheid en solvabiliteit, regionale toezichtstandaarden en herverzekering. Wat ook besproken zal worden is de kwestie CLICO. Deze Caribische verzekeringsmaatschappij ging enkele jaren geleden over de kop vanwege financieel wanbeleid. De effecten daarvan waren ook in Suriname te voelen. Veel verzekerden hebben hun geld nooit meer teruggehad. Directeur Geduld zegt dat zeker gekeken wordt naar de lessons learned uit de CLICO-kwestie. Je kan niet een regionale verzekeringsconferentie hebben en CLICO komt niet aan bod. Dat is een heel goed voorbeeld van lessons learned. En de naweeën zijn helaas nog voelbaar, zeker in de regio. Dus dat zal zeker ook wel aan de orde komen. We praten bij deze conferentie voornamelijk over het risicogewogen kapitaal, de kapitaalsvereisten voor verzekeringsmaatschappijen. Internationaal komt er een nieuwe standaard en de praktijk wijst uit dat de implementatie van die standaard niet zo eenvoudig is. Dus we hebben deze gelegenheid om samen met onze collega's in de regio te kijken van hoe wij als Suriname deze standaard ook kunnen gaan invoeren. We hebben zeker één verzekeringsmaatschappij die zich regionaal is gevestigd. En dat maakt het des te belangrijker dat we onze regelgeving afstemmen. Het is ook belangrijk voor de maatschappij zelf, want als zij opereert in verschillende jurisdicties, is het voor de maatschappij dus ook makkelijker om te voldoen aan de regelgeving in plaats van dat ze in zeg maar 5 of 10 jurisdicties gevestigd is en in elk land aan een ander regime onderhevig is. Centrale bankdirecteur Ingeborg Geduld. We spraken haar in de marge van de conferentie van de Caribische Associatie van Toezichthouders van Verzekeringsmaatschappijen, CAIR. De conferentie wordt vrijdag afgesloten. 20 leden van de CAIR, vertegenwoordigd door circa 80 personen, nemen deel aan de conferentie die gehouden wordt in de Royal Ballroom van Hotel Torarica.